Ergens in een ver land is een rivier waar iedereen gebruik van maakt. Zullen we naar de vier gaan plassen? Mijn lichaam is heel leeg. Wat een opluchting, zeg! Wat een hele grote opluchting! Inderdaad! Ja. Wat een opluchting, zeg! Bijna! Wordt die rivier trouwens hier niet zo vies van? Nee, dat valt wel mee. Iedereen poept en plas hierin. Ik ben klaar. Nou, zullen we dan straks gaan zwemmen? Zwemmen! 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 Andere mensen hebben de rivier ook nodig. Deze mensen halen het water uit de rivier om te koken en te drinken en moeten daar vaak uren voor lopen. Nee, die is helemaal leeg. Hey, lieve, zijn er nog volle emmers met water? Oh nee, schat, maar als die helemaal leeg is, dan hebben we geen water meer. Dus dan vraag ik het wel even aan onze kinderen om dat ze even water gaan halen. Kinderen, willen jullie even water halen? Ja, tuurlijk willen we wel water halen. Moeten we het water halen bij de rivier? De rivier is best wel ver weg. Ja, en het is ook best wel vies. Ja, kinderen, dat is de enige oplossing om aan water te komen en het is maar 2 uur lopen. 4 emmertjes water halen, 4 emmertjes pompen. Daar is de rivier. Ja, het is best wel vies. Ja, denk je. Het ergste vuil komt nog wel van de grote vrachtwagens die er vuil in stoppen. En als de vrachtwagens hun afval heeft gedumpt, komen er weer vrouwen langs om andere dingen met de rivier te doen. Hé, wat gaan jullie doen? Ik ga kleren wassen. En jullie? Hé, toevallig. Ik ook. Hé, zullen we dan naar de rivier gaan? Ja, dat is ook goed. Ja, dat is goed. Hopelijk niet zo hoor. Nee, denk ik ook niet hoor, nee. Nee, die is gewoon... Een klein stukje verderop staan dan weer de mannen uit de omringende dorpen te vissen. Heb je al wat gevangen? Maar de vissen zien er tegenwoordig heel raar uit. Hé, hey, ik heb geloof ik beet. Oh, je al dat ver. Golle. Wat een rare kleur vis. Is het wel gezond? Alle vissen zien hier er zo uit in deze rivier. Hey, kom maar mee, ik zal het even laten zien. De vissen zijn fel gekleurd en maken zelfs rare geluiden. Kijk, deze vissen heb ik uit de rivier gevist. Ze leven ook wel een beetje ook. Eten jullie dat ook op? Dat eten we ook op. De vis wordt wel goed gevangen en de hele rare vissen worden verkocht op de markt. In de huisjes bij de rivier wachten grote gezinnen vaak hongerig op de vis uit de rivier. Ik heb zo honger. Hé, kijk, daar komen ze. Yeah! Jongens, we hebben vis. Yeah! Ik heb de grootste. Maar al het vuil uit de rivier komt ook in de vis terecht. En het duurt niet lang voordat iedereen ziek wordt. Mijn buik denk dat ik dood ga. Denk dat ik dood ga. Zo kon het niet langer doorgaan met de rivier.
Omdat iedereen recht op schoon drinkwater heeft, lukte het UNICEF om met een waterpomp naar het dorp te komen. Daar zetten ze deze neer naast de rivier. En zo werd de rivier veel minder vies en hadden de mensen goed water waar ze niet ziek van werden.